oog dicht gedaan en het is nu 4:30. Ik heb hem gewoon zo opgepakt. Ik ben op bed gaan staan. Kotsen wat de kots. De wc is binnen en we hebben een speciale wc. Hebben wij weer wat anders dan anders? Het was weer even stressen, jongens. Oh. En dan heb ik nog iets onwijs leuks te vermelden. Deze broodjes gaan wij klaarmaken, want helaas, Sergio is hartstikke ziek. De zieke boeg viert Pasen. Was vannacht was heel heftig, hè? Ja. Ik weet niet of je het erover wil hebben. Ja, het was ook echt de meest ellendige dag die je had kunnen uitzoeken. Ja, dat wil ik niet eens over nadenken, want dan ga ik weer huilen. Nou, we zijn soort van met spoed naar huis gegaan. Ja, als het vannacht echt te erg wordt of morgen, dan gaan we echt naar het ziekenhuis, hoor. I just wanna see where your love can take. Dat is welkom bij een nieuwe video. Ik heb geen oog dicht gedaan en het is nu 4:30 in de ochtend. En Jesse Silver, riep help. Ik heb poept. Ik heb gepoept. Ja, echt waterdiarree. Door zijn luier, door zijn broek heen, op zijn bed. Er lag gewoon een plas. Ik ga nu maar even een wasje draaien. Wat zeg je, liefje? Ik heb gespuugd. Oh, jij hebt je ook nog gespuugd? Ja. Ja, ja. Voor jou. Voor mij? Ja. Oh, dat is wel lief. Ik heb gespuugd. En dan voel ik... Oh, ik voel me niet lekker. Voel je je niet lekker? Nee, dat begrijp ik. Ben je nou wel een beetje opgelucht? Ja. Heb je het op bed gespuugd? Oh, wat dan? Ik heb in de wc gespuugd. In de wc gespuugd? Ja, snel naar de wc gerend, hè? Aan je vinger uit je neus. Je hebt even ninja moves uitgevoerd. Ik heb iets in mijn neus. Dat kost wat het kost, dus ik heb hem gewoon zo opgepakt. Ik ben op bed gaan staan. Kotsen wat de kots. Ik heb een bel. Ja. Oh, oké, okay, ja, dat is... Wel, je hebt wel alles lekker in één, zeg maar. Hè? Ja. Dat is een mantelbel. Ik donder daar bijna even het Dyson-ding heen. Oh my god. Ik dacht even kijken hoe laat het is. Ik heb gezien hoe laat het is, ja. We hadden dus voordat ik ging slapen om 12 uur. Toen was hij nog onrustig, toen ging ik bij hem kijken, toen spuugde hij. Hij had heel de dag niet gespuugd en toen spuugde hij, dus ik zijn kussen schoongemaakt. En daarnet riep hij... Dat was de tweede kussen al. Ja. En daarnet riep hij... Mama, help! Mama, help! Ik heb poept. Op mijn buik. Maar weet je al, dat is niet goed. En dan lag er een hele plas met diarree op zijn dekbed. Nee, op zijn bed zelf. Wat? En een luier aan het doen. Ja. Ja, I know. Zelfs daar was het langs gegaan. Er lag gewoon een plas met poep. Dus ik heb alles maar in de was gedaan. Gelijk. Ja. Oh, wat een nacht. Ik heb bijna niet geslapen. Ik heb mijn telefoon de hele tijd op de... Omdat hij gespuugd had... De hele tijd op de... Kouwen. Ja. Zo, ik hoop dat hij ons niet aansteekt, zeg. Het voelt wel minder warm. Ja, ik hoop dat het hem oplucht. Nou. Maar even slapen dan? Nee. Nee, hij wil tv kijken. Ja. Ik ga nog even plassen. Ja, moet toch even niet doen nog. Oh, Sabadiosia.
De wc is binnen en we hebben een speciale wc. Zoals jullie misschien in de vorige vlog of die vlog daarvoor hebben kunnen zien, hebben wij weer wat anders dan anders. Hij is wel... Laat me niet wachten! Hij is wel iets donkerder dan ik had verwacht. Ja? Ja, hij is wel mooi. Dat is niet erg. Next. Ja, vind je het echt smekkies? Haal hem eruit! Ja, dat doe ik even. Zet hem op de grond. Oh, ik vind hem wel mooi hoor. Ja, hij is wel mooi. Zo. Ja, nee, dit vind ik heel mooi. Ik ben eigenlijk wel blij dat hij iets donkerder is. Dat maakt hem net wat chiquer. Zo. I love it. Ja. Oh, er hangt iets los. Ik weet niet wat het is. Oh, dat is ophangsysteem. Zo. Of niet, mam? Hoe vet. Heel mooi. Recht op de andere kant. Hierop. Gaaf. Oh, I love it so much. Oh, ik ben toch blij dat we ervan gekozen hebben. Hij was wat duurder, maar... Hey, maar geen rand. Nee, hij heeft geen rand. Heel makkelijk met schoonmaken. Ja. Oh, ik ben verliefd. Ik ga niet meer van de wc af. Wat is dat nou? Dat is een wc. Oh, in het nieuwe huis. Nou, je hebt toch een wc nodig? Ja, heel blij. Heel blij mee. Nou, de deksel. Ja, dit is... Oh, dat is een deksel. Dit is een drukplaat, denk ik. Ja, die hadden we ook in een bepaalde kleur. Goed, het is dezelfde kleur. Eigenlijk wil ik dadelijk ook die fontein zetten, nog even naast zetten en dan even een fotootje maken. Oh ja. Ja, het is gewoon helemaal te wauwie. I love it! Bof jij met een vent, hè? Die ook van roze. Ja, echt wel. Zeker weten. Ja, kijk. Heel mooi. De drukknop. En de drukplaat. De drukknop. Oh. We hebben nogal een kotsdag achter de rug. Oeh! Shiny. Mooi. Ja, ook gaaf. Hé, hey, en je vingerafdrukken verdwijnen, zag je dat? Nee. En je vingerafdruk verdwijnt, zag je dat? Ja, joh. Oh, ja. Dat is eigenlijk even testen met een mayonaisevinger of zo. Oh ja. Want dat gebeurt inderdaad ook. Nou. Hou hem er eens bij. Ja, die kleine. Ja. Het is toch te gek. Hij is wel een beetje beschadigd. Oh. Oh, dat is zonde. Terug! Met een stiftje. Zit er niet zo'n plasticje overheen? Nee. Nee. Je ziet echt het wit, zeg maar. Onder de vreugde door van het nieuwe toilet hebben we het flink te pakken met Jesse Silver. Hij is echt heel veel aan het spugen. En ja, ik heb dus de huisarts gebeld, assistenten. We gaan hem 3 keer per dag even een zetpil geven. Kijken of de koorts zakt. Als het morgen nog niet gezakt is, dan moeten we even langskomen. We gaan ORS halen, zodat hij toch zijn mineralen en vitamine binnenkrijgt. En dat zou tegen het diarree of tegen het spugen zijn. Ik was me eigenlijk aan het wassen en... om dat te gaan halen. Maar Jesse Silver die wilde zelf naar bed. Nou, dan weet je al, hij is echt niet lekker. Maar toen riep hij en toen had hij wel alles ondergespuugd. En op een gegeven moment zijn we een beetje onder de lakens. Door de lakens heen. Dus ja, nu zit het ook op zijn schuim. Dus we zijn er maar druk mee. Ik heb mijn moeder gevraagd of ze even langs wil rijden. Langs de... drogist en zo. Even kijken of dat lukt. En ik ga dit maar even met de hand schoonmaken. Buiten hangen.
wasjes draaien. En ja, het is gewoon echt heel zielig. Dit is ook echt de eerste keer dat hij zo ziek is. Het is echt, ja. We doen ons best. Zo, we zijn weer lekker verder aan het gaan met het zonnescherm. Ik ben nu bezig met de steuntjes aan het ophangen aan de muur. Maar die hangen nogal ver uit elkaar, dus ik heb iets in elkaar geknutseld. En dat is een hele lange, zelf geïmproviseerde waterpas. Ja, gaat best aardig eigenlijk. Even het hart van het hart, van hart tot hart opmeten. En dan komt daar de volgende. God. Ga je er wel onder vandaan? Gewoon, just in case. Oké. Okay. Top. Hij doet het. Liefje, ik ben niet voor niks Beauty and the Brains. Waar ben je dan? Jij wil echt spekkies, hè? Oké, okay. Hij doet het. Is hij nu helemaal... Hij zit schuin. Schuin? Nou. Hij hangt een beetje naar beneden. Want dan komt de zon er niet in. Nee, hij hangt zo schuin. Ja. Heb je die ene misschien... Nee, maar dat is allemaal nog af te stellen. Poeh, het was me weer een dagje vandaag, jongens. Het is pas 3 uur, maar we hebben alweer... heel wat kotsmomentjes achter de rug. Het begon weer zwaar om 6 uur 's ochtends. En ja, Jesse die had natuurlijk niet heel veel in zijn maagje, maar toch spugen. Ook weer op ons bed. En ja, uiteindelijk is hij toch nog even zo lang uit bij ons op bed in slaap gevallen. Althans bij mij, want Serge was werken. En ja, toen gingen we naar de huiskamer. En op een gegeven moment had hij een soort van oplevingje. En hij zei van, ik wil een smoothie. Ik wil een smoothie. Toen dacht ik, nou ja, beter iets dan niets. Als hij het uitspuugt, dan heeft hij misschien toch nog iets wat erin blijft zitten. Dus dat ging goed. Maar ja... Toen kwam het toch dubbel en dwars er weer uit. Door zijn neus, door zijn mond, echt. En rood. Zo top. Rood. Dus ja, het was weer echt super zielig. Dus ik heb de huisarts gebeld en ik dacht van ja, ik ga toch maar even langs gewoon voor alle zekerheid. Maar ineens knapte die helemaal op. Ik had nog gebeld naar de huisarts. Ik zeg, kan u niet naar ons toe komen? Want ik zeg, dadelijk kotst die heel de auto en de wachtkamer onder. Maar ja, had even een slaapje gedaan op de bank. En ineens, ja, krabbelde die op. Hij wilde soepstengels. En hij nam wat te drinken. Had weer zijn praatjes. Dus dat is wel heel fijn. Dus heb ik de huisarts toch maar afgebeld. Want het was toch sowieso zo de vraag of het echt nodig was. Maar ja, mijn moederhart zei, laten we toch maar even checken. Maar ik dacht, ja, als die nu is zoals die is, dan had ik niet de huisarts gebeld. Dus hopelijk gaat het alleen maar de goede kant op. Het is wel zo dat... staat hier een even een lekkere scheet naast me te laten. Holy crap. Mojo, moet dat? Hij ligt nu wel even een slaapje te doen op de bank.
verder. Ja, het is weer echt... Het was weer even stressen, jongens. Oh. Ineens krijgen we een mailtje. Dat onze, van degene waar we de tegels hebben besteld. En waar we de stoelen van hebben besteld. Twee verschillende bedrijven. Allebei de bedrijven. Die zeiden ineens, morgen komt het. En ons nieuwe adres stond erbij. En zelfs bij één stond het nieuwe adres erbij met ons bouwnummer en niet met ons huisnummer. Dus dan zou die ook nog eens bij een ander terechtkomen. Holy crap. Nou ja, toen we dat mailtje kregen was het al laat. Dus geen van die bedrijven was nog aanwezig. Ik denk, ja, hoe gaan we dat doen dan? Ik bedoel, dadelijk staat die vent daar met al onze tegels ook nog eens voor een verkeerde deur. Onze stoelen. Ik bedoel, de voorgouw is nog niet eens geweest. Nou, 's ochtends Sergio heeft vanuit zijn werk gebeld. Godzijdank hebben we het kunnen regelen. Degene van de stoelen, die is nu naar dit adres gekomen. Het zou eigenlijk in juni komen, is iets fout gegaan. Nou ja, goed, ik ben al heel erg blij dat ze binnen zijn. En ze zijn, oh, zo groot. Ik denk niet dat ik ze in de auto mee had gekregen met z'n vieren als ik ze had moeten ophalen. Maar ik ben heel blij. Twee daarvan hebben we al in de lood staan. In de blauwe kleur, Pet for Blue. We hebben dus een pink velvet. En we hebben een pink velvet. En even kijken, we hebben een khaki velvet. En dan dus nog twee Pet for Blues. Dus ik ga even kijken, misschien dat we ze nog uitpakken, misschien niet, want ze zitten wel heel mooi in de doos. Dus het is misschien een beetje zonde om dat te doen. Mojo die kijkt even of er nog wat anders te vinden is daar in dat gat. Nou, het andere probleem bleek dus dat het niet de tegels waren die eraan kwamen, maar het worteldoek. En ja, wel als één bestelling gedaan natuurlijk, maar het komt blijkbaar van twee bedrijven af. Dus daar was ook iets misgegaan. En nu heb ik dan gezegd, nou weet je wat, laat het maar afleveren bij een DHL-punt. En dan komen we het wel halen. Want dan heb ik in ieder geval niet de stress dat hij en bij iemand anders voor de deur staat. Of dat hij bij ons voor het hek staat en dat wij er niet zijn. Dan gaan we het wel halen en dan hopelijk is het niet zo groot dat we het niet zelf kunnen vervoeren. En dan heb ik nog iets onwijs leuks te vermelden, want we hebben wel nog even een slag om de arm, maar de datum van de oplevering, 12 mei. 12 mei in de middag, daar staat het voor nu op. Het is een prognose, maar tot nu toe kloppen die prognoses wel, dus ik ga er gewoon vanuit dat het dan donderdag 12 mei wordt, jongens. Oh, ik heb er zoveel zin in. De man is thuis en we openen de stoel. We openen de stoel om even te checken. Dit zijn de poten en dit is de khaki velvet. Wil je papa en mama's bed? Ja. Oké, dan gaan we daar zo heen, schat. Het ging heel goed met meneer. Totdat hij appelmoes wilde. En toen vond zijn maag dat toch niet zo'n heel goed plan. Hè? Toen kregen we gewoon weer volledige appelmoes terug in de emmer. En dat is één. Hoe zit hij? Goed, hè? Zit vlak, gewoon hard. Maar toch ook, zeg maar, zacht en... Hij is mooi, mooi licht. En ook gewoon als je dan straks aan de tafel zit, kun je dus aan de ene kant lekker hangen. Aan de andere kant heb je dan op de tafel. Ja. Ja. Wow. Ik wel dat ik zo nog onder de tafel geschoven heb. Grappig. Als je het wel deze.
trouwens. Ja, zet hem eens aan tafel. Nee, ik denk niet. Ik denk aan jullie om te kijken of jullie die tafel. En oh, wat, je kleurt helemaal perfect erbij. Nee, waar is Jessie nou? Ik zie hem niet meer. Hoe zit de stoel? Lekker? Je hebt precies dezelfde kleur aan, zie je dat? Oh ja. Ook even uittesten natuurlijk. Ja, dat gaat ook nog. Die andere even pakken. Wat ja. zei je, Els? Ik hoop dat jullie tafel dan te laag is. Dag luidjes, welkom in Tilburg. We hebben een wandeling gedaan, ja. Dit keer in Tilburg. Niet in het Zuiderpark, maar om het Reeshofpark. Ja. En dat is eigenlijk best wel een verrassing. Want Jessie die heeft het voor elkaar gekregen om toch nog op het allerlaatste moment mij aan te steken met zijn heel fijn virus. En daar ben ik heel blij mee. Al heel lang geleden dat ik een lekker virusje in mijn lichaam heb gehad. De temperaturen gaan omhoog. En de spuigaten gaan open. Nee, dat valt gelukkig wel mee. Nou, ik werd heel erg misselijk. Echt wel koortsig. Maar ik heb wat pilletjes op en het is gelukkig wat gezakt. En, maar de datum is vooral heel kloot. De datum, ja. Want morgen is dus het vrijgezellenfeest. Van Mitch. Mijn beste maat. Met een maat waar ik getuige van ga zijn van zijn bruiloft. Nee, niet getuige. Ja, ik ga getuige zijn, maar ik ben getuige. Dus ik moet ook nog iets tekenen. Hele belangrijke taak. En ja, en dan werd ik een beetje ziekig. Dus ik vreesde het ergste, maar ik moet zeggen dat het nu wel gaat eigenlijk. Dus fingers crossed, hoop dat het zo blijft. Oma Petra is een gezellig bakje komen doen. Bij oma Anja. Ook erg leuk. En nou, Jessie ligt lekker in bed. Mijn moeder heeft even opgepast. We hebben een rondje gedaan. We zijn weer terug. Hij heeft niet meer gespuugd na vanochtend, na de vla. Nee, ja, de vla was nog eventjes inderdaad. Nee, maar ik denk ook dat hij dacht van ik heb mama ondergekotst, maar papa heb ik nog niet gehad. Dus dat hij daarom toch even dacht van. Ja, vind ik ook wel terecht. Flats, hier heb je nog even een klodder vla. Gerecycled. Lekker, in je bakkes. Lekker zuur. Nou, gelukkig niet in mijn bakkes, maar zuur was het wel. Daarna niet meer, want hij heeft zelfs kipnuggets op in de auto. Ja, maar wel telkens kleine stukjes en maar twee. Kleine stukjes inderdaad. Het is wel zielig. Hij zat aan tafel en dan heeft hij nog iets van een, wat hij op, een paar hopjes. Oh ja, een potje hadden we gekocht. En je ziet hem gewoon, hij heeft 3-4 dagen niks gegeten. Je ziet gewoon dat hij honger heeft en dan neemt hij een paar happen en dan zie je hem. Hij is het gewoon aan het wegzuchten gewoon. En, ja. Ja, het is echt super zielig. Maar ja, hij heeft het binnengehouden en dat is super fijn voor hem. Dan kan het ook een beetje aansterken. Hopelijk hou ik het ook binnen. En nou ja, is het misschien een kleine opleving geweest van het virus bij mij. Omdat ik het nu al heb verwerkt. Vind ik het mooie. Dus dat hoop ik. Want ik moet morgen vroeg, ben ik even boodschappen genoemd met mijn moeder. Morgen vroeg broodjes maken voor na de indoor skydive. Dus nou ja, ik ga die sowieso brengen. Mocht ik dan vannacht echt heel erg ziek worden, dan ga ik gewoon alleen die broodjes maken morgen vroeg. En dan breng ik de broodjes en dan taai ik hem weer af. Wat niet kan, dan kan niet. Maar ja, ik... ik zag je al vliegen, hè? In een indoor skydive. Who's next? Ja. Al die dingen dwarrelen zo in de lucht. Gadverdamme, dan ga ik sowieso niet als eerste. Dat is inderdaad geen goed idee. Wel een leuke vraag. Zou er wel eens iemand over zijn nek zijn gegaan in dat ding? Ja, ben ik wel benieuwd naar. Ja, dus nou, dat ga ik allemaal morgen vragen. Ik ga... ga ik een camera meenemen trouwens? Of laat ik de camera bij jou? Ik denk dat je die thuis laat. Ik denk dat ik hem thuis laat, hoor ik net. Ja, maar Mitch is altijd... er toch niet van. Nee, dat klopt. Maar hij is er ook niet op tegen. Want hij had wel het idee om misschien te gaan gamen in de toekomst. En dat we dan samen... hij gamet net als vroeger. Hij gamet en ik kijk. Alleen dan nu gaan we een soort van moeilijkheidsgraad inbouwen. Dus dat ik hem dan challenges opleg. Of dat ik hem lastig ga vallen. Of dat ik pingpongballen naar zijn hoofd blijf gooien. En dan moet hij, hoe noemen ze dat ook alweer? Een walkthrough of zo. Dat je aan het gamen bent. Maar dat je dan levels doorheen rent. Echt. Dat je zo snel mogelijk een spel uitspeelt. Dat heeft een naam. Kom ik even niet op. Kom ik nog op terug. Maar dat ik hem dan ga dwarszitten. Of dat ik hem dan hete pepers voer. Of dat soort dingen. Oh ja. Hij is nog een PC aan het bouwen, dus dat is voor de toekomst. Maar dat vond hij dan weer wel leuk.
En dan moet hij een opdracht doen als hij het niet haalt. Hij zegt, maar dat kan dan niet heel raar zijn, want ik heb, ja, ik heb best wel een belangrijke baan. Dus dat zou een beetje vreemd zijn. Dus moeten we allemaal een beetje normaal blijven. Maar goed, maar je kan sowieso de indoor skydive even met je telefoon laten filmen. Nou, dat wou ik inderdaad zeggen. Het, als ik leuke momentjes heb, dan film ik het gewoon met mijn telefoon. En dan kunnen we dat erin doen. Precies, goed plan. Nou, wij gaan naar binnen. Ik ga even wat proberen te eten. Goed plan. Oké, love you. Goedemorgen, Jessie Silver. Nou, wij zijn wakker geworden bij oma. Nee. Deze broodjes gaan wij klaarmaken, want helaas, Sergio is hartstikke ziek. Hij rende net naar de wc. Ja, echt. Echt kloten. Ja, ik ga voor jou ook maken. Met een broodje. Ja, maar we gaan die even in de oven doen. En dan ga ik ook voor jou een broodje maken. Ja? Dat zijn niet. En we gaan eitjes maken. Dat zijn niet. En eitjes schilderen. In de oven. Nee, dat ga ik nu doen. Althans, ik moet even kijken hoe ik dat moet doen. Tenminste, als die in de oven moet. Dat zijn niet oven. Ineens heb ik de regie. Dat zijn niet oven. Ja, dat is een oven. Nou ja, het is echt heel rot, want het is de vrijgezellenfeest van zijn beste vriend. En hij had er heel veel zin in. En voorbereidingen voor getroffen. En niet al eten, dat is niet goed voor je. Jouw maagje is ook nog niet helemaal oké. Dus, nou, ik ga het even maken, want anders eet deze dadelijk rauw brood op. Wij zijn van de catering. Cateringsbedrijf. Het is morgens vroeg. We zijn los, oma. Terwijl Sergio nog hartstikke ziek op bed ligt, gaan wij lekker voor Pasen eitjes verven. Hè? Wat doet hij? Even kijken. We moeten iets meer klaar. Deze? Mm-hmm. Ik moet hem even iets meer maken, hè? Moet ik doen? Nou, ik hoop dat er wat meer verf uit gaat komen, anders is dit wel echt het meest slechte verfsetje die ik gezien heb. Mag ik doen? Ja, ik probeer ze even een beetje nat te maken voor jou. Oh ja, oké. Okay. Nou, daar komt wat. Goed nat maken. Ja, ja. Oeh. En nu welke? Ik wil wel een beetje paars. 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 Is dat paars? Volgens mij niet. Nou, doe ik dit. Nou, mooi. Gaan we zo even het eindresultaat laten zien, hè? Nou, het is inmiddels 9:30. Anja die moest ergens naartoe. En Sergio die is pas om 7:30 een keer uit bed gekomen. Maar ja, het gaat nog steeds niet lekker met hem helaas. Ja, gewoon vooral heel veel buikpijn. En ja, koortsachtig, dus echt niet lekker. Maar ja, ik heb even paaseitjes verstopt in huis. Zodat Jessie die morgen lekker kan gaan zoeken. Ik heb dus verteld dat de paashaas langskomt vanavond. En dat hij alle eitjes gaat verstoppen. Dus dat is wel leuk. En dan gaan we morgen dat doen. En dan hebben we ook de eitjes geschilderd. En dan morgen paasontbijtje. En dan gaan we daarna naar opa Gino en oma Petra. En eigenlijk kan die ook eitjes zoeken. En 's avonds komt Elena gezellig hier en dan gaan we met z'n allen eten. Ik denk dat ik Anja wel even ga waarschuwen dat er een eitje in de oven ligt. Voor wat ze denkt. Ik heb honger. Ik zet hem gewoon even aan om voor verwarmen. Slaap lekker. Ik kan het niet laten om er toch nog een paar extra te verstoppen. Eentje nog op zijn stoel.
En in de gang. Kijk, al die leuke foto's. Ah, zet je met lang haar. En Jesse zegt de hele tijd dat hij dit is. Want het is Luca als baby. Maar, oh, ook Sergio als baby. Schattig. Kijk, kijk, kijk. Daar is er nog een. Bovenop Jesse. Ach, poppetje. En in de wc. Boven het schilderijtje die ik heb gemaakt van Pien. Nou. Als het goed is, 10 eindjes nu. Maar goed dat ik het heb opgenomen, want dan kan ik nog even nalopen waar ik ze allemaal heb verstopt. Net op wat er allemaal doet. Wat is het teken? Dat iedereen komt. Hé, hey, Jesse, zover. Ja? Denk jij dat de paashaas is geweest? Ja. Ja. Denk je van wel? Oh. Heb je nou een chocolaatje gevonden? Ja. Heeft de paashaas die verstopt? Ja. Oh, wacht, hier, heb je een zakje? Doe ze maar in je tasje. Gaan we zoeken? Bewaar ze er maar in. Loop maar met je tasje. En telkens als je er een vindt, doe je hem erin. Oké. Zo, jij bent goede zoeker. Kijk, wij waren hier. Oh. Oké. Waar kan hij nou maar zijn? Misschien ligt hij nog wel ergens op of in. Misschien daar nog in de keuken misschien nog. Nee, zou die misschien in een laadje liggen of in de oven? Kijken? Nee, ja, doe maar. Ja! Oh, die paashaas toch? Kijk, nou. In de oven! Oh! Nou zeg! Groen! Rob zit in de oven! Oh! Misschien ligt er nog wel wat in de gang. Ben ik, hè? Ja, dat ben jij. Dat was ik, hè? Nee, dat is Luca. Nee, dat ben ik. Kijk eens. Dat ben ik. Wat ligt er bovenop jou? Ik. Eitje! Eitje! Lag die een beetje te hoog voor jou? Mm-hmm. Oh, maar misschien in de wc ook nog. Misschien ligt die ook wel ergens bovenop. Ja, ik weet het niet hoor, maar die paashaas is zo... misschien wel op een schilderijtje of... Ik weet niet. Misschien ligt die wel op Pien. Kijk eens. Misschien ligt die wel op Pien. Ja! Ligt hij op Pien? Ja. Nou ja, die gekke paashaas toch. Gaan we tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ja. Oh, dan missen we er denk ik nog een paar. Ja. Oh, jij gaat er alvast eentje eten. Ja. Maar wij moeten 1 zoeken waar nog één is. Ja. Heel 2. Heel veel moeten we zoeken. Oké. Okay. En dan zijn we klaar. We hebben zoveel gezocht. Ja, we hebben echt heel veel gezocht. En wel hard, zeg. Hard, hè?
Wil je nog verder zoeken? Mm-hmm. Oh, misschien wel bij oma's bril? Mm-mm. Nee? Ook niet op het kastje? Kijk eens goed. Ja! Waar dan? In de roos? Ja, op een bloem. Nou ja. Zo. Ja! Oh, zo, het kan niet toch hoog, hè? Oh. Nou, nog eentje dan. Wat? Hebben we er een gevonden? Op jouw stoel. Op jouw stoel? Oh. Oh, dat was leuk, hè? Wat zeggen we dan? Dankjewel, Pasa's. Dankjewel, papa. Nog één. Nou, we gaan dadelijk naar oma Petra en opa Gino. En misschien liggen daar nog meer verstopt. Hè? Gaan we zo eventjes lekker eten. Wil je ze nog eens tellen van mij? Hoeveel heb je er nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 en 8. Na 10 komt 11 en 12. Maar je hebt er 10. Ja. Goed zeg. Oh, dat heb je knap gedaan. Zal mama jou even helpen met bellen, zodat je lekker je eigen eitje kan eten? Ja, kijk, ik heb hem afgehaald. Je hebt hem gewoon helemaal door het midden. Ja. Dat vind ik eigenlijk best wel knap. Uh-oh. Waarom kan ik niet opnieuw maken? Nee, dat kan niet. Als het kapot is, is het kapot. Ja. Zo lekker zeg. Gezellig. Bakje. Sergio is weer uit bed. En nu is Anja aan de beurt. De zieke boeg viert Pasen. Nou. Maar we hebben wel een kwartetje rond, want mijn moeder heeft een ander virus. Ja, precies. Maar misschien dat ze die van mij er nog bij krijgt, dus dan kan ze toch... Kan ze dat weer afstrepen. Een kwartetje maken. Ja. Nou, we gaan door naar bestemming 2. Lekker naar opa Gino en oma Petra. Gaan we daar eventjes kijken of de paashaas nog geweest is. En hoe gaat het met jou, mijn lieve schat? Vannacht was heel heftig, hè? Ja. Ik weet niet of je het erover wil hebben. Maar... Wat ga ik nou doen? Nou, in ieder geval weer een beetje onder de levende, maar als je als volwassen vent gewoon 3 keer in je broek poept, s'nachts, dan kan ik je vertellen, voel je je echt heel klein. Heel erg ellendig en klein. Maar het gekke is wel dat ik vanochtend voelde dat je koorts wel weg was. Ja. Ik denk dat er ook, naast dat je natuurlijk gewoon de hele tijd naar de wc aan het rennen was, met de koorts ben je ook gewoon super ellendig. Als dat in ieder geval dan weg is en gezakt. Nou, ik denk dat de koorts eerlijk gezegd nog het minst hinderlijk is geweest. Het is wel echt die... Ja, maar je keek echt niet goed uit je ogen. Nee, oké. Okay, maar... ik dacht echt, die rolt dadelijk helemaal weg met z'n ogen. Nee, ja, gewoon misselijk. En dat rennen naar het toilet. En gisteren wel alle slokjes die ik nam, maar ook die thee, zeg maar. Dat bleef hier hangen en dan... voelde je alsof een boer moest laten, want dat was geen lucht. Het was echt gewoon maagzuur met het thee smaakje, zeg maar. Oh. Nou ja, ik heb de hele dag geslapen en in bed gelegen. Want tot 7:30 zei je, hè, toen ben ik er even uit geweest. Hoe lang? Een uurtje? Ja, zoiets. En toen ben ik weer naar bed gegaan. Ik heb niet eens gekeken naar hoe de raam dicht moest of de rolluik of weet ik veel. Ik ben gewoon gaan liggen en ik had zoiets van liggen en stil liggen. Ja. Ja, het was ook echt de meest ellendige dag die je had kunnen uitzoeken. Ja, dat wil ik
ook niet eens over nadenken, want dan ga ik weer huilen. Ik zag de foto's dat ze het leuk hebben gehad, dus dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Vrijgezellig feest van je beste maat missen, ja, dat is echt... Als het nou vandaag was geweest, zou ik me nog niet heel erg lekker gevoeld, maar zoals ik me nu voel, was ik in ieder geval meegegaan. Dat zei ik ook al tegen je moeder. Ik zeg, als hij zich nu had gevoeld, als hij zich gisteren had gevoeld zoals hij nu is, dan was hij waarschijnlijk alsnog gegaan. Maar ja, maar ook had je voorgesteld dat je daar even lekker ging lopen indoor skydiven en dat je dan heel de boel onderscheidt. Ja. We hadden het over kotsen, maar... Bij jou kwam het de andere kant gewoon helemaal uit. Helemaal leeg. Jezus. Nou, ik had niet eens verteld dat toen wij onderweg waren naar de verjaardag van ons neefje, dat ik toen in de auto ook heel erg buikpijn kreeg, hè? En diarree. Dus ik rende echt bij mijn zus naar binnen van, oké, hoi, ik kon zo gedag zeggen, ik moet naar boven. Maar daar is het bij mij wel bij gebleven. Ja, maar wat je ook heel veel leest is dat er gewoon heel veel virussen zijn en die normaal gesproken redelijk goed verspreid gaan, zodat het redelijk, hoe zeg je dat, ja, verspreid binnenkomt. Maar nu, omdat het einde van de coronaregels en zo, iedereen weer lekker naar buiten komt, gelukkig maar. Maar ja, dat dus al die virussen nu echt wel redelijk vrij spel hebben, omdat er... heel weinig mensen, de varianten en de variaties en de modulaties en weet ik veel hoe we het allemaal hebben gehad. Ja. Dus ja, alles, iedereen is gewoon volgens mij veel bevattelijker dan normaal gesproken. Ja. Dus ja, als je dan de ene week dorro krijgt en de andere week ook nog even influenza en de week erna nog even corona, ik weet niet of het zo werkt, maar ja, dan kun je dus echt wel een paar weken goed ziek zijn. Dan ben je gewoon even, ja. Nou, ik hoop dat het doorzet. Zoals je je nu voelt, dat het net eventjes wat beter gaat. En dat ik bespaard blijf. Dat zou ik ook fijn vinden. Ja. Ja, absoluut. Als je kijkt nu ook naar je man, die nog steeds met de longen zit. En nu mijn moeder. Ja, ja, je moeder had er niet eens meer een stem. Nee. Ja, nou ja, we gaan toch even naar Opagino. En we gaan gewoon lekker buiten zitten. Een beetje ver van elkaar af. Althans, mama. Ser. Ja? Verrekijk. Verrekijk? Ja. We zijn er bijna bij oma Petra. Een verrekijker? Heb ik een verrekijker? Nee, die heb ik niet, die hebben we niet meegenomen vanuit huis. Nou, we zijn er. Daar gaan we dan. Wij volgen jou. Oké. Okay. Jessie, kom eens hier. Eieren gevonden, ja. Kom. En ik wil dat. Nee, hier, deze deur. We gaan ietsje verder. Yo! Hallo. Eieren. Oh, je eieren. Oh, wat goed. Zo, wat heb jij veel. Mijn lieve schat. Oh, zit op de wc. Ik zei het toch, is die paasas ook al bij oma Petra geweest? Ja, we gaan op huis. Hoe wist hij nou dat je ook hier naartoe zou komen? Nou zeg. Kijk, en het is. Goed zoeken. Zie je hier misschien een paar. Nee? Ja, die! Nou, die is wel leuk. Dat is een kuikentje. Nou. Dat is lief. Die is. Oh, kom maar. Nog één. Doe maar aan mijn vinger. Nou, ja, ik zie het. Geef maar oma Petra. Even kijken en dan misschien nog ergens, misschien daar nog iets. Maar ik weet het zelf niet meer. Zie je het ook? Ja! Ja! Nog één! Oh, nog één, nou, jij toch? Nog één van oma Petino. Kijk eens, dankjewel! Heb jij nou een cadeautje gekregen? Ja. Van Peter Schepers. Van Peter Schepers? Op Facebook en die volgt me niet. Dat is wel heel lief. En leuk papier. Ja. Dat past helemaal bij je nieuwe kamer zo. Wat leer! Wat is... Dat met leren!
kleuren. Zijn dat jouw kleuren? Of kleren? Ja. Laat eens zien. Ik wil niet. Ach. Nou, we zijn soort van met spoed naar huis gegaan. We zijn door die overgegaan op echt enorme buikkrampen. Die op een gegeven moment gewoon de hele tijd aanhielden. Hij de hele tijd naar de wc, maar ook echt enorme krampen. En hij werd gewoon helemaal niet goed. En eigenlijk voordat we wilden gaan, begon hij ineens helemaal te shaken. En had zijn lichaam niet meer onder controle. En hij zegt, ik wil naar huis nu. Dus ik ben gereden naar huis. En ja, door de snelheid was ik ook mijn tasje vergeten waar mijn medicijnen in zaten. Dus we moesten weer een klein stukje terug. En uiteindelijk zijn we thuis gekomen, maar ik moest de hele tijd de verwarming in de auto op 29 zetten. Omdat hij het gewoon de hele tijd koud had. En eenmaal thuis is hij op bed gesprongen van de pijn. En hij ligt nu in, onder de douche. En ik heb hem een warme handdoek aangedaan. Je zit wel lekker in de mist. Ja. Niet eens zo dan. Is dit beter? Ja. Buiten zo, fijn. Dan krijg ik weer kramp. Waar krijg ik kramp? Mijn buik. Nu krijg je weer kramp. Ja, als het vannacht echt te erg wordt of morgen, dan gaan we echt naar het ziekenhuis, hoor. Ja, maar morgen is de tweede paasdag. Ja, nou hè? Ja, dan gaan we echt gaan leven. Ja? Oké. Okay. Ik heb hier een handdoek of een badjas hangen. Oké, ik ga je helpen. Volgens mij voelt iemand zich wat beter. Het klep is niet goed open. Nee, dat zie je niet. Wegbrengen. Hé, hey, daar gaat hij. Hé. Hey. Hé. Hey. Alles goed? Leef je weer? Ja joh, geen probleem. Nergens last van. Oh. Het is een hele andere manier om te bedden. Ja. Ik dacht, ik ga dood. Ja. Dacht hij echt. Zo'n toch pijn. Het gaat wel. Maar een beetje hoog, maar... Ja. En nu weer bezig. Met de zonnescherm. Hij zit erop, maar hij hangt aan het einde heel schuin. En het is niet helemaal duidelijk waardoor het komt. Als het goed is, niet meer. Als je hem nu uittrekt. Als het goed is, niet meer. Nou. Als het goed is, hangt hij recht. Oké. Nou, gaan we eens even checken dan. En anders is er wel krom getrokken, dus dat willen we niet. Nou, hij gaat nu alweer schuin. Het is gek dat hij zo ook naar beneden helt, hè? Nee, dat mag. Dat kan. Dat is een afstelling. Dat wil je moeder graag. Nee, maar ik bedoel dat hij dus aan de linkerkant meer naar beneden gaat dan de rechterkant. Nou, jullie horen nog wel hoe het afloopt met het zonnescherm. Voor nu gaan we hem lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie een iets gezonder paas hebben gehad. Het was echt een weekend om nooit te vergeten. Dat het wel liep zoals jullie in gedachten hadden. Ai, ai, ai. Je hebt me wel heel lekker verzorgd. Nou, dat is fijn. Door. Oh, heel fijn. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. Notifications. En, zien we jullie weer heel graag bij de volgende video. Doei. Ciao.